Universiteit van Nederland. We hebben een enorme woningnood en de oplossing die altijd wordt voorgesteld is... Bouwen, 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 bouwen. En dat moet ook. We moeten bouwen. Als we niet bouwen, dan lossen we het niet op. Alleen bouwen duurt verschrikkelijk lang. Hoogleraar Piet Eigholtz van Universiteit Maastricht onderzocht daarom een alternatief. Met die oplossing kunnen we het woontekort op korte termijn halveren. En die oplossing is eigenlijk vrij simpel. Samenwonen. Door mensen prikkels te geven om hun woning te gaan delen met mensen waar ze niet van hoeven te houden. De standaardreactie die Piet krijgt als hij dit voorstelt. Zegt hij, ja, dat wil niemand. En dan zeg ik, ja, dat klopt, maar net niet helemaal. Want de meeste mensen willen het niet. Maar we hebben wat enquêtes gedaan. En uit die enquêtes blijkt dat tussen de 7,5 en 20%, afhankelijk van welke groep je het vraagt, die ziet het wel zitten. Dat komt dan neer op ongeveer 200.000 mensen die je extra zou kunnen huisvesten in de bestaande woningen. Dat is de helft van het woningtekort. Dus dat is toch best veel. Het enige dat Piet zijn plan nog in de weg staat... Er zijn een aantal obstakels. Er zijn nu vooral prikkels tegen samenwonen. Als je iets wil gaan doen waarvan mensen toch al denken van... wil ik dit wel? Dan moet je niet ook nog barrières gaan opwerpen. Dan moeten we juist prikkels geven om het wel te doen. En dat doen we nu precies tegengesteld. En wat die prikkels precies zijn en hoe we dat kunnen fixen... dat legt Piet uit in deze aflevering met hulp van Thee en meetlinten. Maar eerst, hoe groot is dat woningtekort? Ja. Het actuele tekort van 400.000. 400.000? 400.000. 400.000 woningen. Piet is econoom. En als je met een economische bril naar zo'n tekort kijkt... dan zijn er eigenlijk twee opties. Je kan of iets doen aan de vraag, of je kan iets doen aan het aanbod. En wat de regeringen tot nu toe eigenlijk altijd hebben gedaan is... laten we iets doen aan het aanbod. En dat betekent meer bouwen. Alleen tegelijkertijd heeft die politiek gezorgd voor allerlei regels... die het ook heel moeilijk maken om te bouwen. Gemiddeld duurt het tussen eerste plan en startbouw 10 jaar. En het woningtekort loopt maar op. Het gaat gewoon te langzaam. Dus dan moet je gaan zeggen, misschien moeten we op een andere manier gaan kijken. Misschien moeten we iets doen aan de vraag. Dan zou je dus bijvoorbeeld de vraag moeten beperken. En hoe kan je dat doen? Door meer mensen samen te laten wonen in één woning. En daarmee zou je volgens Piet zijn berekeningen... dus de helft van het woningtekort kunnen oplossen. Om uit te leggen hoe dat moet werken... duiken we even de vierkante woonmeters in. Een gemiddelde Nederlander heeft ongeveer 50 vierkante meter. Ik kan wel even laten zien hoeveel dat is... Wil je dat? Ja hoor. Oké. Piet pakt zijn meetlint erbij. Zo, dit is 8 meter. En we tapen de hele plattegrond uit. En dan gaan we die kant op. Zo. En dit is 6,50 meter. Even tapen. Nou, dat is de achterwand. Slaapkamermuur. Nou, zullen we die hier zo doen? Een douche? Douche, ja, heel belangrijk. 2 tafels, hè, denk ik. Wow. Wel nog een voordeur nodig, Piet. Oh ja, goed punt. Het is nog best ruim, toch, voor één persoon? Gigantisch. De gemiddelde Nederlander heeft dus zo'n 53 vierkante meter. Wat dan blijkt, is dat vooral ouderen meer ruimte hebben. Bijvoorbeeld ouderen die huren bij een woningcorporatie... hebben gemiddeld iets meer dan 80 vierkante meter ruimte. Oké, dus hoe komt dat eruit te zien? Dan moeten we gaan verbouwen. Nou, we halen deze muur weg, hè, want we gaan nu ruimte scheppen. Hè. Even kijken, haal deze weg. Nou, dan kunnen we de voorwand, die maken we groter. Eigenlijk de buitenmuur. Zo krijg je dit hele stuk ruimte krijg je erbij. En dan maken we nu een gigantische L-vormige woonkamer. Ja? Okay. Moet je hier nog even een achterwand maken. Ja. Ja, zullen we de zithoek verplaatsen? Ja. En dan moet je je voorstellen dat dus een... alleenstaande AOW'er gemiddeld in een woningcorporatie... dus dat is sociale woningbouw... heeft deze hele ruimte tot zijn of haar beschikking. Zo. Ongelooflijk. Er is eigenlijk zoveel ruimte dat je er niet meer weet wat je ermee moet doen, hè? En dan moet je bedenken, dit gaat om sociale woningen. Maar mensen in de vrije sectorhuur die hebben nog 15 vierkante meter meer... En mensen die een eigen koopwoning hebben, die hebben nog 30 vierkante meter meer. Een deel woont natuurlijk samen, maar een heel groot deel woont alleen. Zo'n 3,3 miljoen mensen in ons land wonen dus alleen. Dat is ongeveer 1/5. En de grootste groep alleenwonenden zijn 55-plussers. En als je kijkt naar de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, is het ook vooral in die groep. En dat alleen wonen is niet zonder risico. Wat heel belangrijk is, is dat er ook hele grote gezondheidseffecten zijn... die samenhangen met alleen wonen of samenwonen. En alleen wonen blijkt heel ongezond.
Dus bijvoorbeeld de kans op diabetes als je alleen woont is 30% groter. De kans dat hoge bloeddruk wordt gediagnosticeerd is 50% lager. De kans op dementie is veel groter. En de sterftekans is ook 30% groter. Dus alleen wonen is een heel gevaarlijke activiteit. Dus als je iets wil doen aan dat alleen wonen en als je efficiënter wil omgaan met de woningvoorraad, dan zou je vooral naar die groep moeten kijken. En dat betekent dus ook dat er heel veel potentie is voor samenwonen. Want kijk om je heen. Je kan van deze gigantische woonkamer, daar kun je ook een extra slaapkamer in maken. En ze heeft misschien zelfs een extra slaapkamer en een extra badkamer. Nou, dan heb je bijna een onafhankelijke woonunit. Grote vraag is alleen, hebben die ouderen wel zin om samen te wonen? 20% van de ouderen is in principe genegen om hun appartement te delen of hun woning te delen. En onder andere groepen in de samenleving is er ook nog wel wat potentie. Dus bijvoorbeeld het ministerie heeft de enquête gedaan. Daar blijkt uit dat 8% van de mensen die ziet het wel zitten om hospitaverhuurder te worden. En onze eigen enquête, daar blijkt uit dat 7,5% van de mensen die in woningcorporatie wonen het ook wel zien zitten. Wat ook uit die enquêtes komt, is dat mensen alleen al maar een vrijstaande slaapkamer hebben, dat zorgt er al voor dat ze meer genegen zijn om iemand in huis te nemen. Dus je zou het kunnen doen met het appartement zoals het nu is. Maar het wordt natuurlijk nog aantrekkelijker als je zegt, oké, niet alleen heb je een eigen slaapkamer, we gaan ook de badkamer niet delen, dus er komt ook nog een badkamer bij. Ja, en dan moet je natuurlijk gaan verbouwen. Nou, dan maken we hier een nieuwe slaapkamer, hier op de hoek. Zo. En dan maken we van deze oude slaapkamer maken we een tweede badkamer. Nou, geweldig appartement. Kunnen makkelijk twee mensen onafhankelijk van elkaar wonen. Het enige wat ze nog delen is de eettafel en de keuken. Ja, dat is natuurlijk extra gezellig. Het feit dat het op dit moment weinig gebeurt is omdat er allemaal regels of prikkels zijn die het moeilijk maken. En die prikkels zijn bijvoorbeeld je hypotheekcontract. Daar staat in dat je alleen maar een onderverhuurder mag hebben als je expliciet toestemming krijgt van de bank. Huurcontract precies hetzelfde. Het is verboden om onder te verhuren. En als je dan toch doet, ja, dan pleeg je contractbreuk en dan kan je uit je huis worden gezet. Waarom wordt dit zo moeilijk gemaakt? Wil de overheid het dan niet? Bijvoorbeeld de regel in het hypotheekcontract dat je geen onderverhuurder mag hebben, die is er om de bank te beschermen. Want stel dat het huis wordt verkocht, maar er zit een huurder in en die huurder gaat er niet uit, dan kan de bank het huis niet verkopen, dan wordt de hypotheek niet afgelost. En datzelfde geldt voor een huurcontract. Hoezo kunnen die onderhuurders er niet zomaar uit? Nou, in de huidige wetgeving worden huurders extreem beschermd. En dat geldt niet alleen maar voor de eerste huurder, dus die echt een contract heeft met de huiseigenaar, maar dat geldt ook voor onderhuurders. Die bescherming van huurders, ja, die is natuurlijk nodig, maar het maakt het ook best wel ingewikkeld om een kamer in je huis onder te verhuren. En daar komt binnenkort door een nieuwe wet verandering in. Dat is de nieuwe wetgeving op het gebied van hospitaverhuur. En dat is denk ik echt een stap in de goede richting. En die moet ervoor zorgen dat als je je woning verkoopt of als je je primaire huurcontract opzegt, dat je dan wel die onderhuurder eruit kan krijgen. Dan blijven er wel nog andere obstakels over. Zoals bijvoorbeeld financiële regelingen. Ja, en als je een uitkering hebt in de bijstand of de AOW, ja, dan word je ongeveer 30% gekort als er iemand bij komt. Dus dat zijn hele grote financiële barrières. Er lopen experimenten waarbij gemeentes kijken of ze om die regel heen kunnen werken. Nou, een hele mooie oplossing is een project heet Stadsveteraan in Amsterdam. Waar je met een aantal, twee of drie AOW'ers achter één voordeur woont. En dat zijn mensen die niet van elkaar houden. Die hebben verder geen relatie met elkaar. En dan erkent de gemeente toch dat het gaat om aparte huishoudens. En vervolgens erkennen ze dus dat het aparte adressen zijn en hoeven die mensen niet in te leveren op hun AOW. En dan heb je het probleem eigenlijk opgelost. Hoe realistisch zijn dit soort ideeën? Ik denk heel realistisch, gezien de woningvoorraad die we hebben. Maar die wet aan zich is nog niet genoeg. Je moet met die wet in de hand naar banken, naar de verhuurders toe, de woningcorporaties, en tegen ze zeggen, jongens, kijk, we hebben nu deze wet. Haal dan ook die standaardclausule uit die contracten. Want als je dat niet doet, heb je eigenlijk nog niks opgelost. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je als overheid ook dat AOW-bijstandsprobleem moet oplossen. En dat kan bijvoorbeeld met een project à la Stadsveteraan. Je moet het breder mogelijk maken dat dat soort experimenten worden gedaan. Je moet gaan stimuleren dat dat ook in andere gemeentes plaats gaat vinden. Dat moet eigenlijk uit de experimentele hoek en daar moet je gewoon beleid van maken.
Dank je, Piet. Heb je nog één ding die je tegen mensen wil zeggen thuis? Stelt uw woning open. En wil je meer weten over hoe je dit kan regelen? Check dan de omschrijving van deze aflevering. Bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende! Hoi, ik ben Nellestie van de Universiteit van Nederland. Jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. We willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten. En jij kan ons helpen door onze podcast te luisteren en je te abonneren op ons kanaal. Dus klik op die knop, dan hoor je ons vanzelf weer. Tot de volgende!